sinds ik het Goedenavond allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Het is volle bak. En ik heb één praktische vraag. Er moeten nog wel mensen daar langs kunnen. We hadden dus een soort paadje gemaakt. Dus ik hoop wel dat u dat een beetje wilt respecteren. We hebben een feestelijke avond. Met toch ook een heftig onderwerp. Maar ik denk dat we afgelopen week heel duidelijk uit het boekenvak hebben laten horen dat alles, maar dan ook alles besproken moet kunnen worden. En ik denk dat Judith een fantastische roman heeft geschreven over een onderwerp waar we toch met z'n allen eens ooit over moeten hebben. Judith, ik wil je van harte welkom heten. Vorige week zaterdag hebben we kennis gemaakt, dat smaakte absoluut naar meer. Peter Henk, je bent al eerder bij ons geweest. Van harte welkom, Peter Henk Steenhuis. En we hebben de uitgever Henriette Vaas. En ik ben heel erg nieuwsgierig hoe dit zo is gekomen. Want opeens ligt er dus een prachtige roman met een heel mooi omslag. Daar hebben we het ook al uitgebreid over gehad. En dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ik weet verder niet hoe het dat is gegaan. Jij weet daar alles van. Dus ik wil die ook graag naar voren roepen. En dan wat praktische dingen. Na afloop van het interview wil Judith natuurlijk heel graag signeren. Dan wil ik u vriendelijk vragen om langs de kassa het boek af te rekenen. En dan in de rij, daar gaat Judith zitten signeren. Want anders wordt het een beetje een chaos. En dat is ervaring. Neemt u dat voor mij aan. Vervolgens kunt u een drankje bij Noor en Charissa, mijn lieve collega's, bestellen daar aan de bar. En dan drinken we natuurlijk op een mooi nieuw boek. Waar we altijd heel blij van worden als boekverkoper. Henriette, ik wil je uitnodigen. Ik wil jullie allemaal een hele fijne avond wensen. En we spreken elkaar vast nog. Henriette. Dankjewel. Nou, wat een volle bak inderdaad. Wat fijn. Nou, allemaal hartelijk welkom. Ook namens uitgeverij De Brouwerij. Judith. 9 maanden geleden, echt, was het 9 maanden? Zeg maar, de conceptuele fase. 9 maanden geleden, precies, was het dat ik van jou een mailtje kreeg. En in dat mailtje stond, beste uitgever, het staat er klip en klaar, geen manuscripten inzenden. Maar ik ben zo brutaal toch een poging te wagen, omdat mijn boek simpelweg te goed bij jullie fonds past. Nou, en dat gaat nog even verder natuurlijk. Kijk, zoals te doen gebruikelijk blijft een manuscript een paar maanden op de stapel liggen voordat het aan de beurt is. Maar ik was toch wel heel erg benieuwd, dus sneak preview af en toe. Maar ik moest toch nog even wachten omdat ik nog heel druk met een ander boek bezig was. En uitgeverij De Brouwerij bestaat 16 jaar. Maar we hadden eerst een heel team. Dat team is wat ingekrompen, dus ik doe het nu allemaal zelf. Vanaf manuscriptbeoordeling tot en met de promotie, presentatie, alles. Dus ja, daar gaat wel al wat werk aan vooraf, voordat het zover is. En toen moest ik jou natuurlijk verleiden om op Facebook te komen. Want heel veel doe ik via social media. Om rugbaarheid te geven aan zo'n mooi nieuw boek als dit. En dat werkt enorm goed. We hebben erg veel volgers en die kijken altijd alweer uit naar het nieuwe boek. Zo ook dit. En toen was natuurlijk de beurt aan jou om een Facebook-account te openen. Dat heb je gedaan. En waar wil je de presentatie houden? Nou, natuurlijk in Utrecht. Dus bij Bloesem. Ja, waar anders? Dus zo kwamen we hier terecht en dat kon op 9 februari vandaag.
Dus daar hebben we lang naar uitgekeken. Maar het is fantastisch georganiseerd allemaal, lang van tevoren. En toen kwam het moment dat Judith steeds meer dingen op Facebook ging zetten. Vanaf, van hier is het persbericht tot en met, kijk eens naar mijn mooie nagels, die zijn alvast klaar. Maar daartussendoor kwam ook nog, ik heb een vulpen gekocht voor het signeren. Wauw. En toen dacht ik de volgende dag, had ik dat nou gedroomd of was het nou echt? Dus ik vroeg het nog maar voor de zekerheid even, ja, het was echt. Toen dacht ik ineens, nou, dan heb ik een enorm toepasselijk cadeautje voor je. En, want als je met een vulpen signeert, dan blijft het natuurlijk even nat. En dat mag niet. Er moet natuurlijk gevloeid worden. Dus vanuit mijn eigen collectie voor jou dit cadeau. Dat je er maar heel veel mag gebruiken, dat is mijn wens, maar dat komt wel goed als ik zo het aantal mensen zie wat hier al is. Ik hoop dat ik hem niet te stevig heb ingepakt. Scheur maar los. Dan pak ik onderhand de bloemen. Ja, hij doet het. Zo, ja. Zit je goed, Judith? Ik zit goed, ja. Wat ontzettend leuk dat jullie met zo'n grote hoeveelheid zijn gekomen. Het maakt ons gelijk dat we er een soort georganiseerde chaos van willen maken. Want we hadden het idee, we vragen jullie ook om vragen te stellen. En dan kom ik met deze microfoon door de zaal lopen. Dat gaat dus niet. Dus we gaan dat heel anders doen. We vinden het nog steeds heel erg leuk dat jullie ook net zoveel vragen gaan stellen als ik misschien ga stellen. Maar stel ze dan even, ga even staan en stel de vraag even hardop. Dan zal ik hem via de microfoon proberen te herhalen. Want het is natuurlijk wel heel leuk dat jullie ook vragen aan jullie stellen. Ik denk dat wij allemaal wel een vraag hebben over het omslag. Mag ik daarmee beginnen? Judith? Tuurlijk. Ja? Ja. Het werd al een paar keer gezegd, het is een prachtige omslag. En dan kijken de vormgevers natuurlijk gelijk naar hoe het eruit ziet. Maar een journalist kijkt dan naar het woord en denkt, omtijd, dat woord ken ik? Nee, dat woord ken ik niet. Wat is dat voor woord? Wat is dat voor titel? Judith? Ja, nou als het woord bestaat, als je het opzoekt, dan zal je het vinden. Maar als het nog niet bestond, dan had ik het eigenlijk willen bedenken. Want het dekt eigenlijk precies heel mooi de lading van wat er in mijn boek allemaal gebeurt. Het heeft namelijk eigenlijk twee belangrijke betekenissen. En de eerste is eigenlijk verkeerde tijd, dus een ongeschikt moment. Hè? En dit gaat over een gezin waarin de vader zijn leven klaar vindt. En voor hem komt de dood misschien wel te laat, dus op een ongeschikt moment. Maar voor zijn kinderen komt die dood, althans twee van zijn drie kinderen, komt die dood eigenlijk te vroeg. Dus ontijd, niet de goede tijd, dat is de eerste betekenis. En de tweede is eigenlijk slechte tijd, moeilijke tijd, onheilspellende tijd. En voordat deze vader tot zijn keus komt, is er natuurlijk van alles gebeurd in zijn eigen leven. Hele moeilijke dingen. Hij heeft het nu ook niet heel makkelijk, anders dan zou hij dit niet willen. En zijn kinderen raken er ook flink van ondersteboven. Dus die twee betekenissen komen er zo mooi in samen. En ik vond het ook gewoon een heel mooi poëtisch woord. Vind ik ook fijn. Dus het roept hopelijk wat, een bepaalde sfeer op. Ja. Ja. Het werd net al gezegd, hè, van het is misschien een zwaar onderwerp. Jij stipt het ook al even aan. Zou je kunnen zeggen dat het over voltooid leven gaat?
Voltooid leven is eigenlijk meer een aanleiding. Het gaat misschien wel meer over leven, over hoe de dood of een doodswens ook de hele boel op scherp kan zetten. Dus de aanleiding is wel degelijk voltooid leven. Het komt er ook heel erg in terug. Het is niet dat het er niet over gaat, maar het gaat over veel meer dan dat eigenlijk, zou ik kunnen zeggen. Hij gebruikt het woord, de kunstenaar, zeg maar, de hoofdpersoon. Ja, ja. Dus een van de hoofdpersonen. Ja, ja. Gebruikt het woord niet veel, hè? Nee. Nee. Hij zegt, ik wil niet meer. Nee, hij en zijn kinderen zeggen ook, het is eigenlijk zelfdoding. Dus ja, het woord voltooid leven komt in het hele boek. Ik weet niet, ik heb eigenlijk niet geteld, maar misschien wel nul keer. Weet jij het? Nee. Misschien wel nul keer voor, ja. Maar het gaat er wel over. Het gaat er wel over, ja. En het is natuurlijk een beladen onderwerp. En ik ken het eigenlijk vooral als een non-fictie onderwerp. Waarom hier fictie over maken? Ja, dat klopt. Jij bent niet de enige die dat zich afvraagt. Het is blijkbaar een onderwerp wat meteen oproept meningen, hè? En ook feiten en ethische kwesties, en mensen vragen ook, het zal wel autobiografisch zijn. Dat is het niet. Er zit natuurlijk van alles in, maar het is geen autobiografisch verhaal. Dus blijkbaar roept het dat inderdaad in eerste instantie op, maar ik vond het een enorm geschikt onderwerp om een roman over te schrijven, omdat het nou, wat ik net ook zei, alles op scherp zet eigenlijk. En omdat het ook spannend is. Heel, wat is er spannend? Nou ja, heel banaal gezegd, doet hij het of doet hij het niet? Zeg maar even, dat vraag je je toch af. Hè? Gaat deze man die dit wil, gaat hij dit ook echt doen? Het roept ook conflict op, in hemzelf natuurlijk. Wil ik dit, durf ik dit, wanneer dan? En ook dus tussen hem en twee van zijn drie kinderen, die in opstand komen, hè? Die hem nog niet kwijt willen. En dus ja, het roept zoveel dynamiek op. Dat het mij juist volgens mij een heel geschikt onderwerp leek. De aanleiding, dat heb ik jou ook al verteld, de aanleiding was overigens wel een waar gebeurd feit. Al heel lang geleden, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar dat was in 2008. Toen heeft Hugo Claus euthanasie gehad. Dus geen zelf-euthanasie, zo noem je dat, dit boek gaat meer over zelf-euthanasie. Maar Hugo Claus kreeg in een heel vroeg stadium van zijn Alzheimer vroeg en kreeg hij euthanasie. En ik weet nog, dat is natuurlijk al best lang geleden, maar ik weet nog dat ik toen, en dat riep wel van alles op. Ook in de media. Ook in de media. Want hij moet heel erg goed geweest zijn om dat toen te mogen hebben gedaan. Exact. Ja. Hij was nog helemaal bij zinnen. Hij was nog wilsbekwaam, anders had het nooit gemogen natuurlijk. En nu zijn we er al iets meer natuurlijk over bezig en gebeurt het vaker, maar toen was dat nog best uniek. En ja, er waren natuurlijk allerlei tegenstanders uit een beetje de orthodoxere hoek. Die dachten, dat mag niet, dat kan niet. Maar zijn kunstbroeders, die waren eigenlijk wel heel enthousiast, voor zover dat kan zeggen. Maar die vonden het wel heel goed van hem, dat hij dit deed en durfde. En dat hij, want hij wilde natuurlijk zijn geest niet kwijtraken. Het was zo'n grote schrijver. En dus die waren daar meer mee bezig, omdat ze dat heel geweldig vonden. En ik was toen ook al gezinstherapeut en ik was ook een stuk jonger toen. Ik weet dat ik toen vooral dacht, maar hoe is dat dan voor die kinderen? En hoe is dat voor zijn vrouw eigenlijk? Ik had niet zozeer meteen een oordeel of zo, maar wel allerlei vragen. En die zijn ergens op de plank blijven liggen. En toen ik op de schrijversvakschool aan een roman wilde beginnen, toen dacht ik, en dit onderwerp ga ik nu pakken. En ben jij tijdens het schrijven van het verhaal zelf ook van mening veranderd? Over eigen regie? Of je dit kunt doen of niet? Ja, misschien wel. Dat komt misschien ook omdat ik ouder ben geworden. Ik denk dat ik eerder toch wat meer in het kindperspectief zat. En dat ik nu zelf een stuk ouder ben. Maar ook door het schrijven. Ik heb het boek vanuit verschillende perspectieven dus geschreven. Zowel dat van de vader als twee van mijn kinderen. Dus ik moest ook in die vader gaan. En dat heeft enorm geholpen. Dus ik ben het wel een stuk beter gaan begrijpen. Dus ik had al niet heel veel oordeel, maar ik heb eigenlijk nu al helemaal geen oordeel meer, zeg maar. En jij zegt, ik moest in die vader gaan. Je bent ook therapeut. Ja.
Ik weet van Copland dat hij hele mooie dingen gezegd heeft over de twee ambachten die hij beoefende. Dat was dichter en ook psychiater. Ja. Hoe moet dat voor jou geweest zijn? Je bent romanschrijver en je bent therapeut. Hoe werkt dat? Kun je die therapeut uitzetten als je gaat schrijven? Zoiets. Nou, nee natuurlijk. Op een bepaalde manier helpt het misschien ook wel als je schrijft om gewoon 30 jaar lang heel veel gesprekken met mensen gevoerd te hebben over belangrijke onderwerpen. Dat is zo'n cadeau wat wij krijgen, dat je met mensen mag praten over datgene wat het allerbelangrijkste is, hun relaties, hun leven. Dus dat vormt je natuurlijk enorm. En als gezinstherapeut, zitten er een heleboel in de zaal, ben je ook getraind om meervoudig partijdig, noemen wij dat dan. Meervoudig partijdig. Wat betekent dat? Dat betekent dat je niet voor één iemand bent en betekent ook dat je niet onpartijdig bent, maar je bent echt voor iedereen. Dus daar ben je ontzettend in getraind. Dat zijn allemaal dingen die helpen. Maar wat niet helpt, is dat je als therapeut natuurlijk graag wil dat het beter gaat met mensen. Dat je ze wil helpen. Dat het goed afloopt. Dat het goed afloopt en dat ze meer in verbinding komen en dat ze gaan praten. Dat moet je als romanschrijver natuurlijk niet doen. Je moet het je personages moeilijk maken. Dus je moet als therapeut eigenlijk op je handen gaan zitten. Van nee, nu laat ze maar even lijden. Dat klinkt heel naar, maar dat is wel wat moet natuurlijk als schrijver. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik geleerd heb. Ik had met een groep mensen ook les op de schrijversvakschool. En als het te cheesy werd, dan ben ik daar ook genadeloos wel op afgerekend. Als het te zoetsappig zou worden, ja. Dat is. Maar dat voelt ook als een enorme vrijheid. Dus dat je geen verantwoordelijkheid hebt. Als je schrijft, ben je gewoon aan het spelen. Ja. En dus je gaat in een ander deel van je hoofd eigenlijk. Je gaat in het speeldeel zitten. Als we dat speeldeel nou eens voorhalen, zou jij een fragment kunnen voorlezen uit het perspectief van Leo, de kunstenaar? Ja, dit gaat eigenlijk over hoe belangrijk het kunstenaarschap is voor Leo. Leo is schilder en hij krijgt een beroerte en door die beroerte kan hij niet meer schilderen. En dat is voor hem eigenlijk het begin van het einde. En daar gaat dit stukje over. Leo sloot de doos en schoof hem opzij. Nooit meer iets maken wat er voorheen niet was. Nooit meer de euforie van op papier terugzien wat hij in zijn hoofd had. Een enkele keer beter dan hij zich had voorgesteld, meestal een zwakke afspiegeling ervan. De intense frustratie over mislukkingen was 1000 keer beter dan de donkere tunnel waar hij zich nu in bevond, waarvan de eindeloosheid hem doodsbang maakte. Mislukking was altijd de motor geweest om door te gaan en het uiterste van zichzelf te vergen. Jantine begon telkens over zijn moeder. Hij zelf wist dat het gapende gat van de leegte zijn grootste probleem was. Een pijloos diep gat dat aan hem trok. Net als de keer dat hij zich bovenop de domtoren hyperventilerend aan het hek had vastgeklampt, overmand door de zuigkracht van de diepte. Ook nu kneep angst zijn keel dicht. Nooit meer een expositie, nooit meer een recensie. Zelfs een slechte recensie was veel beter dan geen. Hij las eens over een onderzoek waaruit bleek dat stelselmatig genegeerd worden mensen krankzinnig maakt. Nu begreep hij dat. Niet meer gezien worden in zijn werk betekende voor hem genegeerd worden door de wereld. Hij was niet voorbestemd om betekenisloos en anoniem te sterven. Paniek benam hem de adem. Zo hard hij kon, kneep hij in zijn been. Soms hielp dat. Pijnverplaatsing. Mooi, dank je. Ik kijk even de zaal in. Is er iemand die zegt, ik zit al een tijdje op mijn handen. Ik wil een vraag stellen. Nee? Ga door. Nou, dan gaan we door. Oké, dan gaan we dat ook doen. Je hebt nu iets verteld, hè? Je hebt die partijdigheid. Dan wil ik ook graag iets meer te weten komen over de andere leden in het gezin. Zijn zij tegen? Zijn ze geschokt? Hoe werkt dat? Nou, ze zijn. Niemand is tegen euthanasie of zo. Of daar gaat het allemaal niet over in dit gezin. Maar. Het gezin heeft 3 kinderen, dertigers. De oudste dochter
die is EHBO-arts en die is dus gewend om dingen te fixen en op te lossen. En die denkt, ja, wat maak je me nou, pa? Dit gaan we niet doen. We gaan kijken, misschien moeten we een nieuwe vrouw voor je vinden of zo. We gaan, en ik ga al helemaal niet meehelpen aan hoe dit allemaal al zit. Dus die vindt het heel moeilijk en die wil iets doen. De zoon, die komt ook uit het eerste. Deze man heeft twee huwelijken, is twee keer gescheiden. Hij is nu alleen. En uit zijn eerste huwelijk komt ook nog een zoon, de middelste. En die heeft eigenlijk altijd al een veel afstandelijker band met zijn vader gehad. En die begrijpt het misschien nog wel het beste. En die voelt zich ook het minst in de steek gelaten, omdat hij eigenlijk al heel lang toch een klein beetje had afscheid genomen van zijn vader. En voor hem is deze hele exercitie eigenlijk een gelegenheid om zich duidelijker te positioneren tegenover zijn vader eigenlijk. En ik heb zelfs het idee dat hij ook dichter bij zijn vader komt, toch? Zeker, ja. Omdat hij denkt, het is nu of nooit. Ik moet nu gaan zeggen wat ik te zeggen heb, hoe ik me gekleineerd gevoeld heb, hoe ik me niet gezien gevoeld heb. Op het moment dat hij dat gedaan heeft, komen ze natuurlijk dichter bij elkaar. En krijgt zijn vader ook meer respect voor hem. En wordt het anders tussen hen. Dus je zou bijna kunnen zeggen, dat is een heel mooi gevolg van de aankondiging dat hij dit zou gaan doen. Ja. En de jongste, Lietje, dat is de dochter die eigenlijk het meest altijd voor haar vader gezorgd heeft. En die is eigenlijk het meest van ondersteboven ook, dus die raakt zelf ook wel een beetje het spoorbijster. Zij is zwanger op het moment dat hun vader zijn aankondiging doet, maar hij weet dat niet, maar dat is zo. En dus het komt bij haar eigenlijk het allerhardste binnen. En zij, juist omdat ze de meest hechte band met hem heeft, is ze ook het meest ontregeld en ook opstandig hierover. Heb je toevallig ook een passage waar iets van die toon, of van de zoon of van de dochter, naar voren komt? Dit is een stukje waar Lietje dus naar de vader toe fietst nadat hij dit gezegd heeft. En ze raakt dus met hem in gesprek. En hij begint met te zeggen, nee, 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 je begrijpt het nog steeds niet. Ook als jullie er elke dag alle drie zouden zijn, zou ik niet meer verder willen. Ik wil jullie juist niet met de taak opzadelen om mijn leven zin te geven. Ik wil niet eindigen zoals mijn vader. Alle zeggenschap verliezen en anderen tot last zijn. Er klopte iets niet in zijn redenering, maar ze kon haar vinger er niet achter krijgen. Maar je bent nog helemaal niet dement. Met mijn genen en door hoe ik geleefd heb, loop ik groot risico. Ik wil het niet afwachten. Ik wil het juist voor zijn, anders is het te laat. Ik wil op tijd beginnen met de voorbereidingen, niets overhaast doen. Het gaat heus niet morgen al gebeuren, maak je geen zorgen. Ze volgde zijn blik naar het bovenste boek op de stapel naast zijn stoel en las ondersteboven de titel in kapitalen, Uitweg. Maar wanneer dan wel? Hij haalde zijn schouders op. Dat heb ik nog niet besloten. Waarom kan je die angstbeelden niet wat meer loslaten, papa? Gewoon met pensioen gaan zoals iedereen en genieten van wat er nog wel is. Waarom kan dat niet voldoende zijn? Ze bedoelde, waarom zijn wij niet genoeg voor je? Geven wij je kinderen en kleinkinderen niet voldoende reden om te blijven leven? Die zinnen kreeg ze niet uitgesproken. Het zou een dambreuk teweeg brengen waarvoor een wc-rol niet genoeg was. Mooi. En heb je ook toevallig ook nog een fragment waarbij we de toon van de zoon, volgens mij hadden we het daar niet over gehad, maar ik vind het eigenlijk nu zo mooi omdat je juist die verschillende perspectieven benadrukt. Kijk ik ondertussen nog even de zaal in. Is er iemand die zegt, ik heb nu wel een vraag? Ja, u heeft een vraag. Ik heb een vraag hoe de ondertitel is ontstaan, familieroman over voltooid leven. En voltooid leven dacht ik in eerste instantie dat je dan een voltooid leven hebt en dan kan je zeggen, nou oké, het is goed geweest. Maar hier bespeur ik iets van, is het wel een voltooid leven? Deze man die krijgt een beroerte, die kan niet meer schilderen. Maar dat is misschien, bedenk ik nu, gelijk het goede van het boek. Omdat zijn leven is niet voltooid misschien, denk ik dan, omdat hij nog kan schilderen, maar hij heeft ook nog familie, hij heeft toch een gezin en zo. Dus daar zit ik een beetje aan te hikken van. Maar al bedenken we nogmaals, het lijkt me juist heel scherp. Maar dit antwoord. Is heel mooi dat u dit zegt. Ja. Want voor research heb ik het boek gelezen van Els van Wijngaarden.
Voltooid Leven heet dat. Zij heeft een heleboel mensen geïnterviewd. En zij geeft les op de Universiteit voor Humanistiek over dit onderwerp. En wat zij eigenlijk zegt is, het is een verzamelterm die eigenlijk iets suggereert. Een soort sereen iets, hè. Dus helemaal klaar en rustig. Dat geldt wel voor mensen, maar dat is eigenlijk maar een hele kleine minderheid. En dit is een soort verzamelterm die eigenlijk niet zo klopt. Er zit onder dit verlangen, kan van alles zitten. Het is vaak wel een heel persistent verlangen, wat ook echt blijvend is, maar er kunnen angsten onder zitten. En er kan ook echt een heel duidelijke doodswens onder zitten. Maar dus het is een soort verzamelterm. We hebben er ook over getwijfeld. Gaan we dit wel echt als ondertitel nemen? Maar dit is een beetje wat we er nu wel nog steeds zo onder verstaan. Maar eigenlijk zou je het veel preciezer moeten zeggen. Het is een doodswens. Iemand heeft een doodswens of heeft een voornemen tot zelfeuthanasie. En daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Dus het is een heel belangrijk iets wat u aanstipt. Ja. Dank. Ik heb een stukje over het huis van de zoon die weer anders wil. Dit is dus het moment waarop vader met alle drie de kinderen in gesprek is en ze allemaal op hun eigen manier reageerden. Zijn mond bewoog en bewoog en noemde de argumenten die Lietje inmiddels kende. Ze stopte met luisteren en zag alleen nog het zinloze gepluk aan zijn handen. Toen ze zich opmaakte om iets verzoenends te gaan zeggen, zag ze in haar ooghoek Jarel dubbelklappen. Hij had als enige nog niets gezegd. Nu vulden heese huilgeluiden de kamer. Voorovergebogen zat hij, zijn gezicht in zijn handen, te snikken en nee te schudden. Mijn vader staarde naar de grond, Bobby schoof onrustig heen en weer op de bank en Lietje aaide over Jarels schokkende rug. Het huilen ging nog een tijdje door en nam toen af. Niemand durfde de stilte te verbreken. In de achtertuin begon een merel te zingen in de schemering en de sfeer was bijna vredig tot Jarel met een ruk overeind kwam. Zijn jullie gek geworden? Hoe kunnen jullie ruzie maken? Nu? Zo verontwaardigd had Lietje hem nog nooit gezien. De tranen begonnen weer over zijn gezicht te stromen. Zijn stem was hees. Ik weet het ook allemaal niet. Maar het gaat godverdomme over leven en dood hier. Over wanhoop. Waarom praten we niet over waar het echt over moet gaan? Waarover moet het volgens jou dan gaan? Vroeg Lietje. Jarel wees naar hun vader. Papa, wat denk jij? Waarover moet het gaan? Ik weet het niet. Ofwel, begrip zou fijn zijn. Zo uitzinnig is het toch ook weer niet wat ik wil. Er zijn verdorie hele documentaires over gemaakt, boeken over volgeschreven. Ik kan jullie wel wat aanraden. Bobby snoof. Daar zit ik niet op te wachten, Leo, alsjeblieft. We weten heus wel dat het heel modern is en dat er meer mensen zijn die dit doen. Prachtig, die zelfbeschikking. Maar die mensen zijn niet onze vader. Mooi. Ik kijk nog eventjes. Ja, ik zie. Lili. Gaat het over een gevoel van, sorry. Van afwijzen? Ja. Nee, naar de kinderen toe. Van, zijn wij nog belangrijk genoeg in jouw leven om te blijven bestaan? Dus er vindt kennelijk een omkering plaats. Van, nou, ik heb jullie het leven gegeven en nou is het voor mij klaar. Komt daar nog iets van terug? Ik zal de vraag heel even herhalen, want niet iedereen heeft het misschien gehoord. Er vindt ook een afwijzing plaats, eigenlijk van de vader naar de kinderen toe. Dat idee. Ja, de omkering. Precies. Terwijl je wel de kinderen het leven gegeven ja. hebt. Ja. En dat vind ik een interessante. Ja, dat komt vooral in het perspectief van Lietje heel erg terug. Zij is daar gewoon heel erg mee aan het worstelen. En het enige wat ze in eerste instantie kan doen is ook alleen maar wat afstand nemen. Omdat het gewoon onverdraaglijk is inderdaad. Het gevoel van, je laat me in steek. Het is nog helemaal niet nodig om te gaan. En ik vind dat zelf ook wel een belangrijke vraag eigenlijk van hoe lang blijven ouders eigenlijk verantwoordelijk voor hun kinderen. Deze man is 78, hij is nog goed bij zinnen. Ja, ik vind ook wel dat hij dan nog echt een vader is, zeg maar. Maar hij kan zelf, en in die zin is het een hele mooie vraag die hij stelt, hij kan zichzelf eigenlijk ook niet goed voorstellen dat hij zo belangrijk is. En dat komt weer door zijn eigen geschiedenis. Hij onderschat zijn eigen betekenis voor zijn kinderen. En dat moet zij hem dus aan zijn verstand peuteren. En dat lukt ten dele. Verandert hij ook?
hij verandert een beetje. Ja. Maar ja, hij is 78, hè? Maar ik mag geen spoiler lezen. Ik vind dat je het briljant doet. Hij verandert een beetje. Het maakt het alleen maar spannender. Ja. Wie nog? Niemand nog een vraag? Maar ik kan ook een hele journalistieke vraag stellen. Er wordt ontzettend veel geschreven over voltooid leven, eigen regie, zelfeuthanasie. Hè. We hebben veel met Chabot in de krant gehad. Ja. Er wordt zelfs eigenlijk al 30 jaar over gediscussieerd in de Tweede Kamer zonder dat er over gediscussieerd mag worden. Hè. Dat zijn altijd van die onderwerpen die dan uitgesloten worden. Ja. Zou het helpen als ze in de Tweede Kamer allemaal, als het over deze ethische kwesties gaat, nou eens fictie lezen? Ja, tuurlijk! En ook dit boek. Nee, maar ik denk het echt. Ik denk, en ik zie ook een parallel met... Ik sprak met iemand, ik weet niet of ze er is, ik hoop het maar, iemand die werkt ook bij de stichting De Einder. En die is daar consulent, dus die praat heel veel met mensen die hiermee bezig zijn. En wat zij mij vertelde is dat als mensen voelen dat ze daar echt in serieus genomen worden in deze wens, dat ze het erover mogen hebben. En misschien ook wel gewoon als ze de spullen in huis hebben, de Nembutal en zo, hè, dat spul, dat er een soort rust ontstaat en ruimte. En dat er eigenlijk meer ruimte komt om echt te voelen waar gaat het over. En misschien met anderen ook in gesprek te kunnen met naasten. En parallel daaraan zou je kunnen zeggen dat als mensen die besluiten moeten nemen, als die reflectietijd nemen. En dat is wel wat fictie gewoon beter kan, denk ik, dan non-fictie. Dat je mag mijmeren. En mooi woord, is dat reflectietijd? Ja, dat denk ik wel. Dat juist voor dit soort, onderwerpen die snel polariseren en een ja en nee gaan, dat daar juist fictie, ik denk voor alle onderwerpen is fictie geweldig. Dat zeggen we toch ook altijd, dat je er empathischer van wordt. Ik weet niet of het echt zo is, maar het is in ieder geval goed om te lezen. Maar juist over dit soort polariserende onderwerpen denken, ik denk dat je ook met fictie soms wat, misschien nog wel soms wat dichter bij de gevoelswerkelijkheden komt dan wanneer je alleen maar interviews leest of en meningen en feiten leest. Dus ik denk dat het heel mooi zou zijn als ze de tijd zouden nemen om zulk soort verhalen te lezen en dan eens even heel rustig te mijmeren en dan weer volle bak vooruit keuzes gaan maken, want ja, die moeten er misschien gemaakt worden. Ja. Mooi, dank je. Ik kijk nog even naar de zaal of iemand nog een vraag. Ja, ik haal het wel, denk ik. Ja, haal je? Ja, het is wel fijner met een microfoon. Ja. Dankjewel. Ja, Judith, een beetje een persoonlijke vraag, want ik ben wel benieuwd naar de ontstaansgeschiedenis van dit boek. En even los van de inhoud. Ja. Maar je hebt een paar momenten genoemd, er zijn ook momenten genoemd, 2008 noemde je zelf, maar ja. Wanneer heb jij zelf bedacht, ik ga ooit een boek schrijven? Is dat een jeugddroom of is het iets wat later is ontstaan? Hè? En hoe lang schuilt er al een schrijver in jou, voor jouw gevoel? Oh, wat een leuke vraag. Nou, zolang ik kon schrijven, heb ik verhaaltjes geschreven. Dus echt heel erg lang al. Echt een droom. Het is echt een droom die uitkomt. Dus daar ben ik ook een beetje manisch hyper de pieper vandaag. Maar het is echt heel erg lang al. En ik wilde aan het eind van de middelbare school eigenlijk, dacht ik ook, moet ik nou Nederlands gaan studeren, literatuurwetenschap. Uiteindelijk ben ik toch, ja, voor te ver om uit te leggen, maar eerst muziek gaan doen. En toen kwam ik op de psychologie. En toen is dat schrijven. Ik schreef wel eens wat voor mijn werk ook. Dat vond ik ook altijd wel leuk om dingen op te schrijven. Ik lees idioot veel, maar dat is toch echt wat anders dan schrijven. Dus op een gegeven moment, dat is alweer een tijdje, een flink aantal jaren geleden, toen borrelde het weer op. Het had ook te maken met dat ik minder hard hoefde te werken, dat de kinderen op eigen benen stonden, dat er ruimte kwam. En toen ben ik het weer serieus genomen. Het is een hele oude droom. Ja. Ja, ik ben weer lekker aan het spelen. Vroeger speelde ik met mijn poppenhuis. Dat is wel een heel erg poppenhuisspelertje. En nu voelt het vaak alsof ik weer met mijn poppenhuis aan het spelen ben. Allemaal gaan ze even zo tegen elkaar praten. Dat is echt heel grappig. Dus dat is leuk. Ja. Wie nog iets? Nee? Judith, ik vind dat je zo mooi voorleest. Kun je misschien tot slot nog een passage, je lievelingspassage, ja, voorlezen? Goed. Ja? Het einde. Ja. Nee, het einde mag niet.
Oké, Leo is dus de vader en die wil schoon schip maken natuurlijk met allerlei mensen in zijn leven. Ook met zijn eerste ex-vrouw. En dat gaat als volgt. Net toen hij het scheermes tegen zijn ingezeefde kaak zette, werd er aangebeld. Hij veegde het schuim weg en hobbelde de trap af. Connie was de laatste die hij verwacht had. Sinds het feest ter ere van de 40ste verjaardag van Bobby, ruim 1,5 jaar geleden, had hij haar niet meer gezien. En hij schrok ervan hoe ze boven hem uittorende. Waarschijnlijk was hij zelf gekrompen. Ze was in strijd nu. Een kimono-achtige felgekleurde jurk die haar weelderigheid benadrukte. Daaronder precies het soort schoenen met hoge hakken waar hij van hield. En dat wist ze. Haar golvende donkere haar, nog steeds nauwelijks grijs, droeg ze los. Hij was vergeten hoe haar uiterlijk hem kon overdonderen. Ongegeneerd bekeek ze zijn lamme hand en veegde met haar hand langs haar kaaklijn. Er zit daar scheerschuim. Jij was pas als laatste aan de beurt, mompelde hij het schuim wegvegend. Maar ze hoorde hem niet en klikklakte voortvarend langs hem heen naar binnen, waar ze om zich heen keek en snoof, als een dier dat prooi rook. Een tijdje stond ze wijdbeens met haar handen in haar zij te kijken naar de schilderijen aan de muur. Nog steeds vind ik het een goed portret van mezelf, hoewel het bepaald niet flatteus is. Zo dik was ik nooit, zelfs niet na mijn bevallingen. Wat gebeurt ermee als jij er niet meer bent? Gaan we het daar nu over hebben? Verbeelde hij het zich of hoorde hij haar licht hijgen? Wanneer anders? Ik heb lang getwijfeld om naar je toe te gaan, Leo. Afschuwelijk dat ik het van Bobby moest horen. Ja, ik vond het moeilijk. Ik vond het ook moeilijk, Leo. Heel moeilijk. Je bent de vader van mijn kinderen. Dit gaat ons allemaal aan. Dit had ik van jou zelf moeten vernemen. Hij knikte. Haar gelijk geven was altijd al het beste geweest, maar dat kon hij vroeger onmogelijk opbrengen. Op dit moment wist hij zeker dat hij het vandaag wel zou kunnen. Een gulle bereidheid om haar met terugwerkende kracht alle gelijk van de wereld te geven, borrelde warm in hem op. Als hij haar daarmee een glimlach zou kunnen ontlokken, of meer, waarom was hij er altijd zo godvergeten zuinig mee geweest? Je hebt gelijk, Connie, dat was inderdaad beter geweest. Maar Bobby bood het aan en dat vond ik fijn. Ik zag er als een berg tegenop om het zelf te vertellen, het spijt me. Connie's mond viel open. Bij iedereen zou dat er onnozel uitzien. Bij haar was dat, zelfs nu ze de middelbare leeftijd ruimschoots had bereikt, nog steeds sensueel. Ze hield haar hoofd schuin en bekeek hem verwonderd. Die Leo, een excuus uit jouw mond? Je bent veranderd? Die beroerte heeft je zachter gemaakt? Het doet je persoonlijkheid goed om de dood voor ogen te hebben? Ik ben nog niet klaar. Zelfs haar oude gewoonte om hem op stellige toon mee te delen wat hij voelde, wat zijn beweegredenen waren, en er voor de vorm een vraagteken achter te plaatsen, stoorde hem op dit moment niet. Hij haalde zijn schouders op. Ik was werkelijk van plan om je uit te nodigen, Connie, om schoon schip te maken, om berouw te tonen. Ik hoop dat je me wilt geloven. Oh, en nu ben ik je voor? Ja, je bent me voor. Was dat niet altijd ons voornaamste probleem? Dat je nooit op je beurt kon wachten en altijd letterlijk en figuurlijk op mijn deur stond te bonken tot ik eindelijk opendeed? Hij lachte vertederd naar haar, tevreden over zijn beeldspraak. Hoor wat je zegt, neerbuigende zak. Nooit op je beurt kunnen wachten, bouwde ze hem briesend na. Wie denk je wel dat je bent? Nog steeds de koning in je eigen koninkrijk. Zelfs berouw tonen is alleen ter ere van jouzelf. Net als vroeger werkte ze zich binnen een minuut op van verontwaardiging naar woede en begon ze haar stem te verheffen. Zijn lichaam zette zich schrap. Ze spuugde de woorden uit. Je wilt dus dat ik je van je vroeging afhelp, net als vroeger van je zaad? Maar dat gaat niet gebeuren, Leo. Je zult jezelf moeten helpen. Veel succes met je lamme hand. Fantastisch. Is er al een luisterboek? Ja. Er is nog geen luisterboek. Lijkt me heel geweldig om dat in te spreken. Ja. Ik denk dat er zeker een luisterboek moet komen. Maar zolang dat luisterboek er nog niet is, zult u allemaal massaal dit boek nu moeten gaan kopen. Judith, dankjewel. Ik denk dat jij moet verplaatsen en die kant op zal het gaan. En, ik wil eerst nog even een paar mensen bedanken. Dat kan natuurlijk ook, natuurlijk. Nou, ik wil jullie bedanken. Ik was helemaal een beetje opgewonden dat... wat leuk, Nico, helemaal niks zeggen. Dat er zoveel mensen zijn gekomen om dit voor mij echt heel feestelijke moment samen te vieren. Dus dat vind ik ontzettend fijn. Ik wil de mensen van Broesen bedanken voor de superfijne ambiance en sfeer die hier is. Ik wil jou heel erg bedanken, Henk, voor dat je me vragen hebt gesteld en hoe ontzettend helpend dat is en de manier waarop je dat gedaan hebt. Ik wil Henriette natuurlijk
heel erg bedanken. Mijn duizendpoot van een uitgeefster. Het is echt een heel fijn proces geweest dat we samen doorlopen hebben. En je bent zo ontzettend, wij therapeuten noemen dat responsief. Dat is super fijn. Iemand die gewoon reageert en die er is en die heel betrokken is. En daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Wie ik ook graag wil bedanken is Lili de Ridder. Zit daar in het midden. Dat is mijn schrijfmoeder. Dat is mijn eerste schrijfcoach die altijd heel erg belangrijk ben je voor mij in wat ik allemaal geleerd heb. Maar ook het vertrouwen wat je hebt en de fijne... Ik heb heel veel geleerd ook in dit hele proces over mijn eigen vak van supervisor en therapeut zijn. Ik leid ook mensen op in het vak en ik word nu zelf in het schrijverschap ook opgeleid. En het is heel mooi om te zien hoe mensen, sommige mensen dat doen op een hele goede manier. Ik vind het wat ontroerend ook. Dus dat is net zoiets als in therapie zijn eigenlijk. Ja. Dus dat is heel fijn. Even kijken. Mensen die ik niet wil vergeten. Ja, Gra Boomsma kon er niet zijn van de schrijversvakschool, want die is aan het lesgeven. Maar wel zijn er een aantal mensen van mijn klasgenoten van de schrijversvakschool. Ik wil jullie ook bedanken voor de super fijne lessen die we met elkaar gehad hebben. Dat is ook een heel bijzonder proces geweest. Iedereen die wil schrijven kan ik aanraden. Neem les, ga dat doen. Ga dat ook met andere mensen doen, want het is een heel, heel fijn proces. En Gra was super streng, maar ook... heel grappig, dus ik heb enorm veel lol gehad ook. Nou verder, ik hoop niet dat ik nu weer ga huilen, dus wil ik natuurlijk mijn gezin bedanken. Oh god, hoe los ik dit op jullie? niks. De kinderen voor jullie meeleven. Ik vond het gewoon allemaal superleuk man, dat je dat aan het doen bent en zo. En dat is al heel erg fijn. En het meelezen wat jullie ook gedaan hebben. Maar ook gewoon het voorbeeld wat jullie zijn. Om steeds nieuwe dingen te gaan doen. Dat doen jullie zelf ook namelijk. En dat maakt dat je ook als moeder denkt, ik moet ook een beetje dapper blijven. Want ik vind dit ook allemaal best spannend. Maar dat doen zij me iedere dag eigenlijk voor. En tot slot natuurlijk mijn lieve man Marcel. Die van begin af aan gezegd heeft, wil je schrijven? Oké, dan moet je gewoon tijd maken. Dat moet je gewoon doen. Iedere dag doen. En neem er maar ruimte voor. En heeft dat ook alleszins gefaciliteerd. Wil je op schrijfretretten? Ga. Wil je schrijflessen nemen? Doen. Dan ga je toch wat minder werken. Ga je toch wat meer schrijven? Doe dat nou, lieverd. Dus dat heb je heel erg gedaan. Maar dat is natuurlijk allemaal heel erg leuk en aardig. Maar je hebt ook alles gelezen. En je bent een waanzinnig kritische redacteur. En dan was ik echt soms, vond ik best wel moeilijk. Zei ik, oh ja, dus dit vind je niet goed? Oké. Was soms heel confronterend. En je bent niet in slaap gevallen tijdens het lezen. Dat zegt echt minder over de kwaliteit van de tekst dan over jouw betrokkenheid. Je dacht, ik ga je echt vol in en ik ga echt zeggen wat ik ervan vind. Dus dat is echt heel, heel erg goed. Je hebt me gewoon heel goed geholpen. En wat ook heel helpend was, dat als ik lekker in Twente zat te schrijven onder ons onder ons dakje, dat jij daar op grote laarzen door de tuin stampte en gewoon lekker dingen aan het bouwen was en aan het doen was en dat ik daarna mocht kijken. En ik hoop dat we dat nog heel veel jaren zo kunnen gaan doen. Jij neemt hem mee waar Judith gaat zitten, signeren, fijn. En ik begreep ook dat er is een manier waarop ze moeten lopen, toch? Of waarop ze in de rij moeten staan. Ja, het is een beetje georganiseerd van de achter beginnen. Goed, dank jullie wel en tot kijken.